Galets, man, doe die shit, man. We zijn daar galaka. Hoi allemaal, welkom bij deze gloednieuwe video. En ik ben met mijn zus Penny. Vandaag gaan wij samen een video opnemen. Want dat wilde ik eigenlijk al heel erg lang doen. Maar ik wist niet of Thomas het leuk vond. En toen vroeg ik het vandaag. En toen zei hij, hoor. En nu gaan we samen een video opnemen. En... Sister Brother Tag. Ja, precies. Even de deur dicht. Wow, oh, ik viel bijna van die kruk af. Lek voor je. Ik heb net op Instagram een vraag gesteld of jullie vraag willen achterlaten voor ons. En dat hebben jullie gedaan. Dus die gaan we antwoorden. Ja. Oké, de eerste vraag is, hoe oud zijn jullie? Ik ben 8, over 2 maanden 9. En ik ben 18, dus wij schelen 10 jaar. Het is trouwens, Thomas is trouwens mijn halfbroertje, voor de mensen die het zich afvragen. Halfbroertje? Ja, kijk, zo voelt het niet voor ons, maar eigenlijk ben je mijn halfbroertje. Waardoor? Nou, omdat we allebei een andere moeder hebben. Ja, maar wel dezelfde vader. We hebben wel dezelfde vader, dus ik zeg ook nooit dat het mijn halfbroertje is, want Thomas is gewoon mijn broertje. Maar voor de duidelijkheid, dan snappen jullie het misschien wat beter. Wat doen jullie het liefst als jullie bij elkaar zijn? En hoe vaak zien jullie elkaar? Ik doe het liefst met Ben bij elkaar gaan skiën in Oostenrijk. Ja, ik ook wel. Maar ik vind het ook gewoon leuk als we thuis zijn en samen een film gaan kijken. Ja, of in de tuin van. Gaan zitten. Dan maak ik Ben helemaal nat. Altijd. Hij gaat altijd met water spelen en dan gaat hij me nat maken. En dat vind ik nooit zo leuk. Maar goed. En hoe vaak zien wij elkaar? Nou, eigenlijk wel iets te weinig, vind ik. Ik ook. Eindelijk blijf je een keer slapen. Ja, komt omdat ik het gewoon een beetje druk heb. Met een musical. Musical. Hoe erg houden jullie van elkaar? Helemaal niet. Ik vind het echt een heel stom broertje. Jij bent echt de stomste zusje. Nee, jij bent echt het stomste broertje. Ja, ga maar weg. Nee, dat is helemaal niet waar. We liegen. Ja. Wij vinden elkaar heel lief. Ja. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Ik vind het leuk dat ik een YouTuber is, want dan kan ik soms in de filmpjes. Ah! Jij wil gewoon beroemd worden? Nee, ben ik al. Ben ik al. Mijn eigen YouTube kanaaltje hoor. Die ben je vergeten, je weet niet eens je naam meer. Ja, dat ben ik even vergeten. Hij is gewoon zijn YouTube kanaal vergeten. Hij had een YouTube kanaal aangemaakt, hij wilde vloggen, maar hij is het vergeten. En ik wou niet goed te vloggen. Wel. Oké, wat vind ik het leukste aan jou? Nou, eigenlijk wel alles, denk ik. Ik ben gewoon mijn kleine broertje, dus. Ik vind het leuk aan jou dat je zo dom bent. Nee, maar ik vind het gewoon leuk aan jou dat je altijd zo lekker vrolijk bent. Nee, je bent niet altijd vrolijk, maar daar komen we zo meteen op. Ja. Volgende vraag. Wat is jullie lievelingseten? Visvingers, kipmeeldertje, frikandel. Visvingers, dat vind ik ook echt heel lekker. Vooral frikandel. Hij is verslaafd aan frikandel. Echt niet? Jawel. Ik eet het gewoon eens elke dag. Nou, vroeger had je het wel heel vaak hoor. Thomas, weet je ook wat mijn lievelingseten is? Pasta. Ja. En pizza. Nou, vooral pasta. Wat vinden jullie van elkaar dat de ander goed kan? Ben kan heel vloggen. Nou, en ik was sarcastisch. Oh, nou, vind je niet dat ik goed kan vloggen? Jawel. Nou. Fingers crossed. Nee. En jij bent heel goed. En jij kan heel veel dingen voor mijn gevoel. Hij kan ook echt heel goed skiën. Ook sporten. Oxboard, ja, daar is hij goed in. Hij gaat zo hard op dat ding. Ik dacht echt oprecht vandaag dat hij tegen de keuken aan ging botsen. Toen maakte hij echt zo op het laatste moment echt zo'n scherpe bocht. Ik dacht echt, wat? Ik heb gewoon mijn camera vrouw doen. Oké, doe nu even op je knieën. Mama, aan de kant! Pak, ik haat je. Spam is nu... bezig om erop te komen. Maar ze kan het. Oh. Ik heb vertrouwen in je Pam. Wil je een hand? Ja! Ik heb het dus echt nog maar 1 keer in mijn leven gedaan. Nu 3 keer. Want je had het vanmiddag ook gedaan. Bij, dus nu 3 keer. Ja. Ik kan het! Goed zo. Vul jij mij? Wat is een gekke gewoonte van jullie? Mij is... Heb je dat? Ja, ik heb er wel een. Wat dan? Ik heb elke dag in de klas de clown uithalen.
Ja, dat is wel waar. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar wat is de gewoonte van mij? Ik weet het niet zo goed. Ik weet het. Wat dan? Dat je dom bent. Even denken hoor, jij hebt niet zo snel wat. Je altijd overal om lacht. Weet zo leuk. Oh, jij bent zo grappig. Jezus. Oké. Okay. En Jezus doet niet mee met deze rod attack. Welke zelfde eigenschappen hebben jullie? Ik denk echt heel veel. Ja, ik lijk ook bijna op haar. Altijd als ik iets stoms doe, zeg je, je lijkt op Pamela wel. Ja, maar wij leken, zeg maar, toen ik heel klein was, leek ik ook echt op jou. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua gewoon gedrag. We lijken echt wel op elkaar. Dus we hebben denk ik heel veel dezelfde eigenschappen. Daarom hebben we denk ik ook soms wel een beetje ruzie. Dat komt omdat we een beetje veel op elkaar lijken, denk ik. Dus dat botst dan een beetje. Maar we kunnen het ook wel heel goed met elkaar vinden hoor. Ziet er nog leuk uit? Zij is zo raar. Wat vinden jullie het vervelendste en het leukste aan elkaar? Pietje precies. Ik vind het vervelend dat je hallo, altijd... Hallo, even naar de camera draaien. Ah ja, sorry. Ik vind het vervelend... Ik vind het echt wel af en toe vervelend hoor. Ja, maar wordt echt wel af en toe wel even boos op mij. Nou, wat ik het vervelend aan jou vind, ik ga op eerst. Kan jij er nog even over nadenken? Thomas kan soms gewoon opeens, dan is hij eerst heel vrolijk en leuk. En dan opeens wordt hij heel boos op je en dan vindt hij je weer stom. En dan doe ik weer van alles verkeerd en dan ben ik een stomme zus. Dat vind ik het vervelend aan jou, dat je soms opeens zo kan veranderen. Ja, weet je wat ik stom vind aan jou? Nou? Dat je zo'n mopperkont bent. Ja, ik kan wel eens mopperen, ja. Hoort bij het leven. Ik heb echt een heel raar broertje. Hou je mond. Oké, kan jij jou, oké. Zet neer, we moeten nog wat vragen. Welk liedje vinden jullie het leukst om samen te zingen? Ik zing nooit met haar. Ja. Op paar Gangnam staan, maar dat zong hey, jongen, weer jongen, jongens, wacht. Sexy lady. Tom, we zongen bij dat nummer toch vroeger altijd een andere tekst. In je blote kontje. Was dat het niet? Ja. En dan gingen we met onze blote billen zo staan. Wie heeft het meest talent? Ik. Nee, ik. 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 Ik? Ik kan ook nog zingen. Ja, ik ook. Ik heb broederliefde uit mijn kop. Wiggel. Ik ga niet de videoclip laten zien. Dat is echt heel erg. Jullie kom binnen en ik zeg, ik ga let's man door de shit. We hadden vandaag à la carte. Twee cups in mijn handbroek laag en ik schuur die zeggen. Ik ben van de straat. Yeah. Alles geld in mijn zak moet eruit, zegt die barman. À la carte. DJ, vandaag wil ik geen bal staan te dansen. Zeg en zo à la carte. À la carte. Alleka, twee vingers. Alleka, twee vingers. Ronnie Flex in de hals. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat jij het ziet. Ik voel je energie. Het is oké. Dit was de video met Fire Pam. Vonden jullie het leuk? Dan laat je een dikke like achter. Heb je omhoog. Anders kom ik naar je toe. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ja. Maar dat kan echt niet. En als je mijn video een keer ziet, abonneer ook op mij. Ja, als je een keertje eindelijk een keer een YouTube kanaal gaat hebben met een video erop, dan laat ik dat aan jullie weten. Ik heb al een video erop. Nou, bedankt voor het kijken, doei!